Het zijn drukke weken geweest. Niet weken, maar drukke dagen. Tot nu toe, volgens mij zit ik nog niet op mijn week, maar dat is wel druk geweest. Heel veel gesprekken, heel veel individuele gesprekken met spelers. En zitten we gelukkig op trainingskamp. Prima faciliteiten, velden zijn geweldig, accommodatie nog beter. Er zijn genoeg mogelijkheden om goed te kunnen trainen en individuele gesprekken aan te gaan. Het lijkt me wel ideaal voor jou inderdaad om gelijk op trainingskamp te gaan als je nieuw bij een club binnenstapt. Dat vind ik wel, ja. Kijk, normaal gesproken, als je binnenstapt in de zomer, heb je een voorbereiding van 6 weken. Dat is anders. Heb je volledig tijd om eigenlijk jouw dingen neer te zetten. Dat moet allemaal snel gebeuren, in alle opzichten. En met name niet alleen maar qua speelwijze ook elkaar leren kennen. Dat is gewoon optimaal. Ja, het is rondom de kerst is het opeens heel snel gegaan. Hè? Ging het voor jou zelf, voor je gevoel, als je nu terugblikt, ook allemaal in een stroomversnelling? Nee, ik heb bewust eigenlijk... Toen Ruud Poort was ontslagen, is contact opgenomen. Hebben bewust gezegd, nee, we hebben belangrijke wedstrijden nu met Excelsior. Zo in die opzicht is het niet snel gegaan. Integendeel heb ik een beetje afgeremd. Maar daarna is het wel snel gegaan. Dan is het ook, in jouw loopbaan van je carrière, is het opeens... Dat is wel een stap die je denk ik nog niet aan had zien komen toen je een half jaar geleden in Kralingen begon. Ja, ik ben natuurlijk een man met ambities, maar dat had ik niet zien aankomen. Nee, zeker niet. Ik vond het ook heel moeilijk en ik vind het steeds om Excelsior te verlaten. Maar ja, af en toe komt er gewoon dingen voorbij, kansen voorbij. Dusdanig interessant en goed zijn, dan moet je keuzes maken in leven. En dat heb ik dan gedaan. Is dat dan ook lastig? Want je bent zo intensief bezig met een spelersgroep elke dag om iedereen beter te laten worden. En opeens van de een op de andere dag moet je dat loslaten. Hoe moeilijk is dat? Heel erg moeilijk. Heel vervelend ook, vind ik eigenlijk. Maar ik vond dat bij Excelsior, praat ik met z'n allen, de hele club eigenlijk, niet alleen maar spelerstaf, nee. Onderling was de samenwerking uitstekend en we hebben eigenlijk in no time een goede elftal neergezet. Die heel goed voetbal speelde, die goed stond te verdedigen en heel veel kansen creëert. Ja, dat is gewoon een hekte club. Hekte elftal ook nog. Dat vind ik wel jammer dat ik niet dat kunnen afmaken. Heb je het nog wel overwogen om wel in ieder geval dat seizoen af te maken? Zeker weten, ja. Is het feit dat Leon Vlemmings technisch directeur in Kerkrade is toch ook essentieel gebleken voor jouw komst, denk je? Ja, 100%. In die opzicht, hij weet wat ik voor staat. Hij heeft samen met mij gewerkt als speler. Ik was assistent onder Leon Vlemmings en hij heeft natuurlijk ook gezien wat we met z'n allen in een hele korte tijd hebben neergezet bij Excelsior dit halve jaar. Dat speelt zeker een rol. Spreek je al een woordje Limburgs in die korte tijd? Nog niet, nee. Gaat dat komen? Dat durf ik niet te zeggen. Het zou wel mooie taferelen opleveren, toch? Dat denk ik ook hoor. af en toe klinkt sommige woorden wel een beetje Deens. Ja. Dat ben ik wel achtergekomen. Want het Limburgs lijkt een beetje op Deens. Ja, een aantal woorden. Ja, het is wel, ja, zo is het wel. Ja, dat is wel toevallig. Heb je voorbeelden daarbij dan? Nee, nog niet. Dan spreek ik toch wel iets verkeerd uit, denk ik. Jij bent ook verhuisd die kant op, denk ik? Op dit moment zit ik in een hotelkamer. Familie is in Rotterdam. Oudste van mij zit op school in Rotterdam. En die gaat zeker afmaken dit jaar in Rotterdam. So, ik ga op zoek voor iets. En dan ga ik op en neer rijden een aantal keer per week. Wordt waarschijnlijk 1,5-2 keer per week. De rest, dan ben ik druk bezig om iets te vinden voor de zomer. Ja. Ten slotte, wat is de ambitie met Roda JC? Hoe ver kan deze ploeg komen? Beter dan waar ze nu staan? Dat is onze ambitie en onze insteek. Dat moet beter. Ik vind dat Roda prima voetbal heeft gespeeld tot nu toe eigenlijk. Restverdediging vond ik niet goed. Verdediging ook niet goed. Als je 41 doelpunten teken krijgt in de eerste helft van het seizoen, ja, dan doe je gewoon niet goed. En dan praat ik niet alleen maar over de verdediger, nee, dan praat ik mee. De verdediger begint voorin. Ja. Is dat ook iets waarmee jij gelijk je stempel op deze spelersgroep wil drukken? Daar zijn we mee begonnen, ja. En daar heb ik een heel goed gevoel mee eigenlijk. En de spelers hebben ook een toestaande gevoel dat ik denk dat het goed komt. Ja, want dat is ook waarmee je bij Excelsior natuurlijk werd geroemd, om die aanvallende visie. Dat we een beetje hoe jij als speler was, dat we dat terugzagen in die ploeg.
Ja, ik vond dat we met Excelsior heel goed voetbal speelden. En het tegendeel ook goed stond te verdedigen. Je moet natuurlijk een aantal verschillende teamfuncties kunnen. Het gaat niet alleen maar om aanvallen of verdedigen. Nee, het gaat op heel veel dingen. En dan moet je altijd streven voor de beste. Ja, Marinus Dijkhuizen heeft jou nu opgevolgd in Kralingen. Die ken je natuurlijk ook. Is dat een logische keuze in jouw ogen? Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb een sms gestuurd richting Marinus. Eigenlijk direct daarna dat ik het had gelezen dat hij de nieuwe trainer zou worden. En hij heeft ook direct een sms teruggestuurd, een bericht teruggestuurd. Dat vind ik goed. En ik wens hem heel veel succes met de groep. Ja, hij heeft geen contact nog met jou opgenomen omdat jij alle ins en outs van die spelersgroep hebt. Nou, er zit natuurlijk ook Rob van Dijk en André Hoekstra en er staat een Hik de Pluk. Dat komt wel allemaal goed, denk ik.